Het heeft even geduurd. Voor het eerst sinds Honda op 1 oktober 2007 op de autoshow van Parijs het doek van de 2008 CBR 1000RR Fireblade trok, onthulde men afgelopen november maar liefst 4783 dagen later op de EICMA de eerste compleet nieuwe Honda Fireblade. Hoe deze nieuwe Honda CBR 1000RR Fireblade in de SP-uitvoering rijdt, zoekt MotorNL uit op het circuit van Loisail in Qatar. Oud-coureur en MotorNL circuit-tester Peter Politiek is de aangewezen man de CBR 1000RR op snelheid te testen. En snel is de nieuwe Fireblade. Het compleet nieuwe motorblok trekt veel inspiratie op de RC213 VS, Honda's straatlegale MotoGP-machine. De boring en waanzinnige korte slag zijn ook zo identiek. Dat nieuwe blok betaalt zich uit in toerengretigheid van de buitencategorie en een topvermogen van maar liefst 217 pk bij 14.500 toeren per minuut. Het koppel komt uit op een evengoed indrukwekkende 113 Nm bij 12.500 toeren per minuut. De afgifte is feilloos en zonder enige nukker. Je moet er alleen wel naar op zoek, want het blok loopt en gaat als een racer. Dat het vervolgens totaal niet des Honda's braaf klinkt, is de kers op de taart. Heeft wel zijn nadeel, want het vermogen zit echt wel bovenin, waardoor je in de lage toerenregionen niets te zoeken hebt. Gang maken en gang houden, wat weinig moeite kost. De versnellingsbak schakelt boterzacht en gericht, en uiteraard met een quickshifter. Wanneer je de koppeling vooral wel aanspreekt, is onder aanremmen, zij het met de slipperclitchfunctie. Van 6 terugtrappen naar zijn 1 verloopt zonder enig blokkeren. Het rijwielgedeelte van deze SP-uitvoering van de nieuwe Fireblade heeft semi-actieve veering van Eulens. Het geheel is gekoppeld aan de elektronica van het blok, waardoor een haast oneindige hoeveelheid instelmogelijkheden beschikbaar is. Je kunt mappings naar keuze kiezen, inclusief elektronische rijwielgedeelte aanpassingen, of je koppelt ze los en kiest zelf in het menu. Dat menu bedien je op het kraakheldere TFT-scherm met de nieuwe knoppenpartij links op het stuur. Een hele verbetering ten opzichte van de eerdere stuurknoppensets van Honda. Sowieso is de ergonomie van de CBR 1000RR tot in de kleinste details uitgedacht. De zit is wel wat krapper dan de voorganger, nog meer gericht op circuitbruikbaarheid, terwijl het toch nog, zoals een Honda betaamt, als thuiskomen voelt. De voetsteunen staan hoger en de clip-ons lager, waardoor grondspeling legio is. Dat de brandstoftank behoorlijk plat en laag is, maakt wegduiken een uitdaging met Peters 1,80 meter. Al helpt het nog altijd niet heel hoge ruitje daarin ook niet. De topsnelheid wordt er niet door gehinderd trouwens. Met in zijn 4 al 300 km per uur op de teller kwam Peter geen moment hoger dan de vijfde versnelling uit. Zo lang is de Fireblade gegeerd. Wat te lang wellicht zelfs. En dan het rijden zelf. Geloof maar dat Honda er alles aan gedaan heeft de nieuwe Fireblade wendbaar te maken. Met een rijklaar gewicht van 201 kilo is de 2020 Fireblade bepaald niet de allerlichtste in zijn klasse. Maar het aloude Total Control motto geldt anno nu nog steeds. Het gaat, het stuurt en het remt met veel gevoel en precisie. Precies wat je verwacht bij de naam Fireblade. Het mocht ook wel na al die jaren, maar Honda's nieuwe CBR 1000RR Fireblade is er dan eindelijk. De nieuwe Fireblade scoort op alle punten goed, tot zelfs uitstekend en is een waar genot om te rijden. Zeker op het circuit. Meer video's van Motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.